Een letterlijk stormachtige ontvangst schonk Anna Paulowna aan helmdrager Art Schenk toen een helikopter hem aan het eind van zijn meest succesvolle schaatsseizoen in zijn geboortedorp had teruggebracht. Niet alleen voor de kampioen zelf, maar ook voor de schooljeugd was het een grote feestdag. Na de jeugdige bewonderaars namen de ouderen de huldiging over. De burgemeester schonk Art Schenk in het oer-Hollandse raadzaaltje met glasgordijntjes onder andere een paar fotoalbums over het oude en het nieuwe Anna Paulowna. En tenslotte was er dan ook nog een rijtour die de Europese, de Olympische en de wereldkampioenschaatsen gelaten onderging, wetend dat hij dat aan zijn stand verplicht was. Intussen beloven we u dat we de rest van dit jaar Art Schenk niet meer zullen filmen, of hij nu zelf rijdt of gereden wordt.